mevrouw Kruijsen, we hebben natuurlijk een lesrooster op school. Verschillende vakken, verschillende lokalen. Hoe werkt dat? Nou, een dagje op het SGA begint meestal rond een uur of 8 's ochtends. Het kan natuurlijk zijn dat je ietsjes later mag beginnen. Maar helaas voor veel leerlingen gebeurt dat niet. En hij eindigt vaak rond een uur of 2 of 3. Hangt vanaf hoeveel lesuren je hebt. In de eerste klas heb je meestal 6 of 7 lesuren op een dag. Dus als je 6 lesuren hebt, eindig je om 2 uur. En bij 7 lesuren eindig je om 3 uur. Die lesuren vinden allemaal plaats in alle gangen die jullie net in het filmpje hebben gezien. En dat betekent dus ook dat je elk lesuur in een ander lokaal, misschien wel in een andere gang, en sowieso van een andere docent les krijgt. Zodat je constant eigenlijk moet wisselen. En wat wel fijn is hier op school, is dat de pauzerooster is heel overzichtelijk ingedeeld. 2 lessen, pauze, 2 lessen, pauze. Dus op die manier kom je gewoon je dag door. En dan na school, hè, als je om 2 of 3 uur uit bent, heb je natuurlijk nog ontzettend veel tijd om huiswerk te maken eventueel. En ook om hele leuke buitenschoolse activiteiten te doen. Dus ik hoorde net die vraag over drama. Nou, naast de dramalessen hebben we ook bijvoorbeeld een toneelvereniging waar je daarmee door kan. Je kan ook naar het schoolorkest. Je kan bijvoorbeeld naar de debatclub. Dus er zijn genoeg opties om je na schooltijd ook nog te vermaken. Oké. En je zou kort even wat hebben over die pauzes, want die zijn vrij vlot. Philip, hoe zit dat dan met pauzes? Nou, je hebt eerst de 2 lesuren. Die duren dan van 8 tot 9:40. Dan heb je een pauze van 20 minuten. Daar heb je weer 2 lesuren. Daar heb je nog een pauze van 30 minuten. En dan heb je nog 2 lesuren. Ligt eraan of je daarna nog les hebt. Dan heb je nog een pauze van 20 minuten. Nou, en dan zit de dag erop. Oké, en we hebben dan natuurlijk verschillende gangen bij ons op school. En die gangen zijn natuurlijk niet gewoon maar willekeurig ingedeeld. Maar, Jinte, die hebben een functie. Ja, je hebt uit mijn hoofd heb je een gang voor de moderne talen. Dus Engels, Duits en Frans. Je hebt een gang voor de klassieke talen. Een gang voor de gamma-vakken. Een gang voor de beta-vakken. Dus eigenlijk is alles heel erg goed geordend. Dus stel je weet niet naar welk lokaal je moet, dan weet je eigenlijk, oh, bijvoorbeeld ik heb Frans, dan ga ik eerst naar de gang toe van de moderne talen om het daar te checken. Dus het overzicht is heel erg fijn. Ja, dus we hebben overzichtelijke pauzes en dus ook overzichtelijke gangen met lokalen. We hebben ook een vraag weer van thuis en die is voor de leerlingen. Er wordt namelijk gevraagd of jullie de lessen leuk vinden. Josephine, wil jij daar als eerst misschien wat op zeggen? Nou, ik vind over het algemeen, vind ik eigenlijk de lessen bijna altijd wel leuk. Ik vind ook best wel heel veel vakken leuk. En de lessen die worden ook wel goed ingedeeld. Want je begint altijd met een beetje uitleg of het nakijken van huiswerk. Dat je vragen sowieso beantwoord zijn en dat je de stof ook wel snapt. En dan wordt er ook gewoon heel veel tijd gegeven om zelf aan de slag te gaan. Met bijvoorbeeld huiswerk of projecten. En er is altijd ook nog ruimte dat als je nog een vraag hebt, als je nog misschien je ergens wil in verdiepen, dan geeft de docent daar ook wel altijd ruimte voor. Philip, herken je dat? Ja. Wat Josephine zegt? Ja, we hebben altijd beginnen we dus de eerste. Nou, meestal is het een beetje de helft van de les met uitleg of nakijken. En daarna hebben we tijd voor ruimte om zelf dingen te doen. Dus huiswerk of wat net genoemd werd. Ja, en dat zelf bezig zijn is natuurlijk wat het leukste misschien wel is. Hè? Dat je zelf aan het ontdekken bent en nieuwe dingen gaat leren. Er zit natuurlijk ook een serieuze kant aan school, en dat is het maken van huiswerk. Jinte, hoe gaat dat? Nou, je hebt dus inderdaad al wat tijd in de les om huiswerk te maken. Maar stel je redt dat niet, dan heb je meestal, wat mevrouw Kruijsen zei, best wel lang om het na school nog te doen. Dus eigenlijk lukt het altijd wel. En je krijgt eigenlijk ook, de meeste docenten luisteren er ook gewoon naar als je zegt, ja, het was gewoon echt superveel. En meestal is dan ook een heel groot deel van de klas het er wel mee eens. En dan wordt het aangepast of dan wordt er iets aangedaan. Dus. Dan denken de docenten wel met je mee. Ja, dan als je een goed argument hebt en je legt het ook normaal uit, dan luisteren ze er vaak wel naar. Ja. Ja. Naast huiswerk maken zijn er natuurlijk ook toetsen. Hè. We hebben SO'tjes, die kunnen gewoon in de normale weken plaatsvinden. Maar de proefwerken niet. Philip, hoe zit dat? Ja, voor de proefwerken hebben we een speciale week. Die zijn er 4 keer per jaar. Ja. En daarin heb je 1 week lang, dus 7 dagen, alleen maar proefwerken. Dan heb je in de eerste is dat dan gemiddeld 1 tot 2 proefwerken per dag. En hoe hoger in de klasse, hoe meer. Maar je hebt dan alleen proefwerken. Dus je kunt dan de volledige dag na het proefwerk nog gewoon besteden aan het leren voor de volgende toets. En zo'n proefwerk dat telt 4 keer mee op je rapportcijfer. En een SO, dus een schriftelijke overhoring, die telt 2 keer mee. Oké. En mevrouw Kruijsen, waarom hebben wij voor die toetsweken gekozen? Wat is daar het voordeel van?
Nou, we kiezen natuurlijk voor die toetsweken om te zorgen dat leerlingen niet naast hun normale huiswerk en naast hun normale lessen nog extra druk van toetsen krijgen. Dus die toetsweken die proberen we dus zo los mogelijk te plannen met ook de week daarvoor huiswerkvrij. Zodat je dus minder stress hebt om uiteindelijk te leren voor die toetsen. Maar naast de toetsen in de toetsweek komen er gedurende het jaar door ook nog kansen om jezelf te bewijzen. Dus niet alleen je cijfers zijn aan het einde van het jaar belangrijk, maar we kijken ook hoe zit je in de les. Maak je je huiswerk altijd goed en we geven soms ook nog wat extra opdrachtjes om te kijken. Weet je, misschien is deze leerling niet zo heel goed in woordjes stampen, maar heeft hij wel heel veel taalgevoel. En kan hij dat weer met een presentatie of met een andere creatieve opdracht uiten. En eigenlijk zijn die momenten tellen eigenlijk bijna even zwaar mee als de toetsmomenten in de toetsweken. In ieder geval voor mijn vak geldt dat. Ja, en kijk, mevrouw Kruijs, je noemt nu al bijvoorbeeld presentaties, andersoortige opdrachten. We krijgen ook een vraag van thuis. Hebben we voorbeelden van leuke projecten waar jullie misschien wel aan hebben gewerkt in de lessen? Ja, ja Jinte? We zijn nu net klaar met een aardrijkskundeproject. Ja. We hadden een hoofdstuk over conflicten. En uiteindelijk hebben we de opdracht gekregen om zelf een conflict te kiezen en dat uit te werken. En toen hebben we, laten we zeggen, 5 lessen de tijd gekregen om eigenlijk een project te maken en het uit te werken. We moesten er een filmpje van maken en dingen inspreken. En daar zijn we nu net vandaag mee klaar. En dat is eigenlijk veel leuker dan wat in het boek staat qua gewoon normaal opdrachten maken uit het boek. Ja, absoluut. Misschien mag ik daar zelf als docent ook wel even op reageren. Mijn eerste klassen bijvoorbeeld zijn vandaag begonnen met een boekendoosopdracht, waarbij ze over een gelezen boek een schoenendoos moeten inrichten met voorwerpen gekozen bij dat boek. Ik weet niet of jullie dat toevallig ook in klas 1 hebben gedaan misschien wel. Ja, zie. Bekende opdracht. Nog een vraag van de mensen thuis. Waarom hebben jullie voor het Stedelijk Gym gekozen? Josephine, waarom heb je gekozen? Nou, eigenlijk best een grappig verhaal. Toen ik in groep 4 zat mijn zus in groep 7. Toen op een gegeven moment nam ze een folder mee naar huis. Waar van het Stedelijk Gymnasium. En sinds die ene dag dacht ik ga naar die school. Dat heb ik een behoorlijk tijdje vastgehouden. In groep 8 ging ik echt serieus kijken van, is het eigenlijk wel de school waar ik heen wil? En nou ja, het had een schoolorkest, een debatclub. En het biedt me uitdagingen en zo. En ik ben naar verschillende scholen gaan kijken bij open dagen. Maar bij alle dacht ik eigenlijk van, ja, ik kan mezelf hier wel zien, maar ook weer niet. En toen kwam ik bij het SGA en toen dacht ik wel echt van, hier kan ik mezelf wel 6 jaar lang iedere dag zien lopen. En nou ja, dat werkt. 2,5 jaar verder en dat is nog steeds zo. Ja, misschien wel grappig, weet je, mevrouw Kruijsen en ik hebben ook allebei als leerling hier op school gezeten. En wij zijn zelfs als docent weer teruggekeerd. Dus ja, blijkbaar als je eenmaal voor het SGA kiest, kom je hier niet meer weg.